Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Ik ben niet helemaal opvermaakt, maar een klein beetje. Ik wou vanochtend naar de kerk, want ik had het klaargelegen wat van een ander is. Een boodschappenjopper. Maar helaas kon ik jammer genoeg niet gaan, want ik had natuurlijk weer iets. Knallende koppijn, misselijk, beroerd, overgeven, noem maar op. Ik heb nog steeds knallende hoofdpijn. Daar moet ik me een beetje op maken. Ik heb er geen zin in. Het is nog maar de vraag of ik vandaag de deur uit ga. Misschien aan het einde van de middag eventjes. Naar die painting kijken of dat af is, ja of nee. En vanaf morgen hoop ik dat ik het kan gaan volgen. Voor jullie en voor mezelf. Die paint boven op de voorgevel van het kruidvat. En Vrome de Reesman. Die dus niet meer bestaat, maar de winkel nog wel. En dan gaan we dat op de voet volgen. Ja, lijkt me wel leuk. Twee keer in de week. Op maandagmiddag, aan het einde van de middag, wanneer Astrid weg is. En dan op zondag of zo, of zaterdag. Misschien wel. Gewoon twee keer in de week. Hoe het is. Ja, hoe het verloopt. Lijkt me leuk. Waarom zit jij zo? Weet ik niet. Man, beest. Maar oké, ik ga nu een bakje koffie maken. Ik ga een broodje eten. Ik moet die grote vaat die daar staat te wachten, moet ik in de vaatwasser gaan doen. Die is al gelukkig leeg. Zoals jullie wel zien. Dus daar gaat het straks allemaal in. Maar ik ga eerst even... Hey, hallo, was jij er ook? Ik dacht dat je buiten was, schat. Ja. Maar ik ga eerst eventjes voor mezelf zorgen. Even koffie maken en een broodje. En even lekker eten. En daarna ga ik aan de slag. Dus ik moet het even schoonmaken allemaal. Ik wil die grote vaas, ja, die moet eigenlijk met de hand. En... durf ik 1, 2, 3 niet aan zoals ik ben. Dus die laat ik nooit staan. Het is glas en ik ben zo. Ik mag graag stevig afdrogen ook. En dan ben ik bang dat ik hem kapot breek. Ik heb het al vaker gehad. Vroeger ook als kleinkind zijn. Dan moest ik helpen met afwas. En de mooiste glas van mijn moeder die brak ik. Ik heb op mijn zolder niet gehad van hier tot yesterday. Maar ja. Ook zo'n kopje, maar dat is wel weer gelijmd en die heb ik nog, ja, het schoteltje ervan kapot. Had ik het weggemoffeld, bang dat ik mijn sodomieten zou krijgen. Niet nadenken van, je krijgt toch ook je sodomieten, maar daar was ik toch nog te klein voor, niet nadenkend. En dan kreeg ik dus wel op mijn sodomieten. Ja, had ik het moeten zeggen, had ik eerlijk moeten wezen, had ik niet op mijn sodomieten gekregen. Ja, niet meer weten, als kind zijnde, hé? Maar ik heb het nog wel, het is ook handgeschilderd. Ik zal het van de week, misschien straks, wel even opzoeken. Laat ik het jullie even zien. Maar ik ga nu voor mezelf zorgen. Ik zou zeggen tot straks. Ja, en helaas kon dat er niet bij in. De grote vaas niet meegerekend. Dat anders boek en normaal gesproken wel in. In de vaatwasser. Maar de vaatwasser die is vol en die staat al lekker te draaien. Dus dat komt allemaal goed. En dat komt dan gewoon de volgende ronde. Simpel, zat toch? Ja. Ik ga even proberen mijn koffie op te drinken, want dat was nog heet. Maar dan ga ik wat anders doen, want ik vind het hier een rotzooitje. Ik wil die opladersnoertjes wil ik eigenlijk opgehangen hebben aan de muur. Dus er moet even een spijkertje voor komen. Dan ligt dat niet meer steeds op de grond. Ja. Ik vind dat namelijk niet mooi, vind ik het zo beter. Ja, nou en dat spul ligt er altijd al, dat was ook met mijn man zo, altijd dingen wat je bij de hand moet hebben, dat ligt daar. En dus ja, en mijn telefoon ligt altijd op tafel. En dan moet ik het wel weer even pakken, is zo. Dus we rammen daar straks even een spijkertje in, een beton spijkertje. Kan ik zelf ook nog wel en deze die behoort bij mijn booster in het tasje. Maar die moest ook opgeladen worden, die is ook al opgeladen, dus die kan ik ook opruimen.
En dan wordt het een beetje netter allemaal weer. Dat allemaal weer netjes neerzetten. Nou, dat heb ik nog nodig. Want deze is voor iemand die mij heel dierbaar is. Daar staat nog €2,11 op. Dus ja, dat moet voordat ik het anders vergeet ik dat, hè. Dat is voor de Action de waardebon nog. Dus ik haal gewoon voor €2 nog wat, haal ik nog wat. Al zal ik een paarsje erbij moeten betalen, wat boeit het. Maar dat komt wel. Ik ga eventjes mijn koffie doen, ja. En mijn hondje is weer binnen, die was buiten. Die ligt even pampers. Hé, kerel. Babies. Hé, ben je lief? Oeh, kon ook een hele gehaktbal in. Hé? Kon daar een hele gehaktbal in? Ja, hé? Wat zie je allemaal? Wat zie je daar gebeuren dan? Ja, jij ziet meer dan ik, hè? Onder de kiertjes door. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik sluit weer af en ik kom later vandaag wel weer even retour. Hé, prinsesje. Hé, hey, mijn prinsesje. Ja, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. Ik zat er net even op YouTube te kijken. Ja, ik was even naar mijn zoon aan het kijken. Die was live op YouTube. En, maar ja, ik heb niet gereageerd. Want, ja. Het is maar waar je interesse ligt, zeg ik dan maar. En, daar ligt mijn interesse niet, wat hij doet. Ik heb er geen verstand van. Dus, en ieder moet het zichzelf weten hoe men het doet, hoe je het doet. Ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Dat gaat een ander niks aan. Maar waar ik voor naar buiten loop, is weer naar mijn vriendenstel. Ik vind die zo mooi. Echt zo mooi. Toch? En wat ik zie niet veel vlinders, ik weet het niet. Ze hadden het er op het, een tijdje terug op het nieuws erover dat er weer heel veel vlinders waren. Nou, ik heb nog maar enkel koolwitjes gezien. Meer niet. Nou, aardbeitjes, die is ook alweer rood. Dus ja, ik heb er al wat door de vla heen kunnen doen. Ik zie nog wat rood. Wow. Kijk dan. Vanavond water. Nou, die zal ik er zo meteen uithalen. Kijk. Die haal ik straks eruit. Onze rot die weg, ben ik bang. Nou, dat is heide. Dat was ja, wintervast, wordt er gezegd. Maar ik weet het eigenlijk. Ja, ik had vorig jaar er alleen, maar. Nou, die zijn ook hartstikke leuk. Er komen eerst rode dingetjes in, rode bolletjes en dat worden een soort met witte klokjes. Hartstikke leuk. Nou, dat is zijde. Heb mijn man al zo neergezet. Nou ja, en die doet het ook zo goed. De druivenstruik. Die doet het perfect. Ook aan de andere kant. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Ga je man. Oh ja, man. Oh ja. Is het zo? Ja? Nou. Nou ja, daar moet nog steeds nieuwe in. Maar dat komt nog wel. Nou, en kijk, hè. De tomaten. Die zijn toch ook prachtig? Er zitten al een paar tomaatjes in. Weet ik niet of jullie dat kunnen zien. Mijn arm er doorheen. Daar hangt de groene. Ik zelf ook even zien. Ik zie het zelf niet, jongens. Kijk, 3 stuks kleintje. Iets groter. En nog één. Aan 1 takje. Ja. Nou, er hangen nog hier en daar wat hoor. Maar dat zie ik zo niet. Nou ja, en die doet het ook perfect. Die is gewoon prachtig. Nou ja, en daar ben ik een beetje mee bezig af en toe. Maar dat is nou ook weer droog. Die is toch nog vrij nat, die. Hi kerel.
Hi, mijn kerel. Hi. Kom dan. Wat zie je eruit? Moet je poot nou zien? Viespeukie. Ja, je bent een viespeukie. Gaatje gaat koffie maken. En dan gaat ze nog heel eventjes, denk ik, door de stad heen crossen. Ja, gewoon even eruit. Eventjes door de stad. En even naar die paint, street paint toe, weet ik veel hoe dat mag heten. Ja. Hé? Dus ja, lieve vrienden, dan weten jullie dat. Ik neem deze camera dan gewoon even mee. En dan zien we het wel hoe wat. En dan komt het wel goed. Gewoon eventjes. Ik ga niet de kermis op, het is de laatste dag, maar daar heb ik te veel hoofdpijn voor. Ja, dat doen we lekker niet. Even gewoon, even door het centrum heen rijden, langzaam, etalages kijken, gewoon eventjes niks. Even mijn blik op oneindig in. Ja, misschien dat ik nog even de dijk op ga. Ik zie wel, ik neem mijn jasje wel mee, vanwege de dijk dan, als ik er al heen ga. Dus ik zeg het, tot straks. Doei, doei. Nou, ik zag niet een wiel, maar dat is wat anders geworden, geloof ik. Ik weet bij ogenblik, ja, een motorblok of zoiets, weet ik veel. Wat het eigenlijk moet voorstellen, ik ken dat allemaal niet. En daar is nog een strook, dat moet ook nog. Daar is nog allemaal letters en ros en cijfers, 2.4 weet ik veel. En dat is ook daar, op de muur helemaal. Dus ja, we wachten er wel af wat het gaat worden. Maar wat dit moet voorstellen, Joost mag het weten. Ik weet het dus niet. Dus wie weet het, die mag het mij vertellen. Ja, ik weet het echt niet. Lijkt wel, ja, inderdaad, een motorblok waaruit, ja, vrachtwagen, weet ik veel. Wie kan dat vertellen? Maar ja, het wordt nog veel groter en het moet mooi worden. Nou, ik weet het niet. Als het met een motorblok heeft te maken, vind ik dat niet mooi. Dat is meer voor garages, et cetera. Ja. Maar ieder zijn. Ik zou zeggen, ik ga nog eventjes die kant weer op. Die kant, ja. Waar jullie nou naartoe kijken. Achter mij. Daar is dat op de stoep. Daar gaan we ook nog even vloggen. En ja, daarna ga ik even Pokémon jagen. Want er is heel wat aan de hand. Ze zijn allemaal aan het vliegen en aan het draven en aan het racen. We wachten wel af hoe het en de wat is. Ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden. Hij is nog steeds dus bezig, maar hij is weer van vertrokken. Waar die weer is, weet ik niet. Maar hij... Hier wordt mooi, hier ook stijgers en alles. Geweldig. Het is echt grandioos. Ik ben echt benieuwd wanneer die helemaal klaar is. Schitterend. Echt heel mooi. Hij zou vandaag klaar wezen. Maar ik ben benieuwd. Oké, lieve vrienden. Dan zien we morgen wel weer. Toch? Ja. Nou, ik ga weer naar mijn booster en ik ga weer zitten. Want... ik heb nog meer te doen dan niks. Ik ga nog eventjes lekker op jacht qua Pokémonnen en dan zien we het wel weer. Ze zeggen tot later, doei doei. Ja, ja, dan gaat het dus wel weer. Heerlijk weer is het hier. En daar komt er een aan en de andere ligt in de haven van Texel.
Dus ja, ze varen heen en weer. Nou. Wat een heerlijk weertje hier. Hele goede avond, lieve vrienden. Ja, zoals jullie weten, ik voel me niet al te bezig, maar dat doet er niet toe. We gaan gewoon door. Ja, ik ben met mijn eten bezig. Ik heb een magnetronvoet wel zelf gemaakt, maar oké, dat is nog van vrijdag over. Die gebakken krieltjes, et cetera. En nog een beetje extra sla even gemaakt, dus dat komt wel goed. De soeppan staat erop, want er zit nog lekker vleesje voor me in. Mijn hondje is buiten. En daar loopt er een. En daar zit er een. En mijn prinsesje die is net naar boven gegaan. En ik zit voor mijn pc op Facebook. Want ja, ook dat moet je weer allemaal bijhouden. Of je nou wilt of niet. Ja, moet je me niet over groepen nemen, denk je dan. Ja, dat heb ik nou helemaal wel en ik vind het hartstikke leuk om te doen. Enkel wanneer je een beetje minder bent, dan mag je ook blij zijn dat je moderators achter je hebt staan en die het met liefde allemaal voor je doen en regelen. We zijn gewoon een heel sterk hecht team. Ja, dat is helemaal geweldig. Zoiets heb ik nog niet eerder mee mogen en kunnen maken op Facebook. Ik heb meerdere moderators gehad, maar die kun je beter kwijt zijn dan rijk. Want die doen enkel maar slechte dingen in plaats van goede dingen. Nou, laat ik dan maar een heks zijn die goede dingen doen, dus een witte heks. En dat zijn wij met z'n vieren. Ja, de ene keer zijn we engeltjes en de andere keer zijn wij heksen. Ja, op zoek naar... Duivels. Die duivels, die gaan we eruit gooien. Ja. Maar het maakt allemaal niet uit. Nee hoor. Hé? Ja toch, hondje lief. Ja, je lief hoor. Je zo lief, hè? Ja. Oh, lekker ding. Hé, zo lief. Ja, dus het maakt allemaal niks uit. Dan zijn we de heks en dan zijn we weer het engeltje. Maar dat moet allemaal kunnen. En straks ga ik dit allemaal weer op mijn pc zetten en dan ga ik er weer een vlog van maken. En dan komt het wel TZT op YouTube. Dus hou het in de gaten. Kom naar mijn kanaal toe. Corine Luisterburg de Jong. En je kan mij vinden op Facebook, ook onder dezelfde naam. Corina met IE. Luisterburg de Jong. Mijn dochter, die vlogt ook, dat is Karin van der Werf. Dan heb ik nog een lieftallige schoonzoon, dat is Roderick Staalman. En dan heb ik nog een lieftallige zoon, Hart van Beek. Ik geloof niet dat zijn partner ook vlogt. Ik geloof het niet, dus die hoef ik ook dan niet te noemen, nee. Maar daarom wel de groetjes ook aan mijn schoonzoon Henry van Beek. Hij zal het dan toch wel horen op wat voor manier dan ook.
Dus ik zou zeggen, veel liefs van mij. Ja. En voor jullie lieve vrienden zou ik zeggen, geniet van jullie avond. Het is prachtig mooi weer. Ik moet naar mijn zuurpan, want het gaat naar de keer. Oi, 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 oi. Lager. Zo. Dus ja, ik zou zeggen, het is prachtig mooi weer. Geniet ervan. Heb een liefdevolle avond. En God zegen. Even vanavond later, wel terugsturen wanneer je naar bed gaat. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Tot morgen. Doei, doei.